Wat is eigenlijk het grootste obstakel voor de integratie en de ontwikkeling van moslimgemeenschappen in het Westen? Er gebeurt wel een beetje, her en der. Maar er is nog geen, echte campagne. Mensen stellen in Europa, in het Westen, stellen militaire oplossingen voor. Dat is korte termijn. Inlichtingendienst, korte termijn. Politie, korte termijn. Dit zijn crisis- of noodoplossingen. Maar een plan om naar de wijken waar een heleboel moslims zich concentreren, na de scholen, na de jonge gisteren, om daar naartoe te gaan en to engage them. Dat is met ze in debat gaan, confronteren en alternatieve waardestelsel bieden. Dat is nog niet van de grond gekomen. Omdat wij onderling, kijk maar naar deze zaal. Hoeveel moslims zitten hier? 1, 2, 3, 4, 5. Vijf moslims zitten hier. De rest is echt een witte zaal. En dit is sinds ik aan dit debat ben begonnen, de afgelopen jaar, 8 jaar, is het zo geweest. Het is, een preken voor eigen parochie. Jullie zijn het met mij eens op een aantal punten na. Er zijn hele kleine punten na. Ik ben het met jullie eens. Maar ik zou graag in een zaal willen zitten met net zoveel mensen. Maar dan met een islamitisch achtergrond. En graag praten over wat er in de Koran staat. Is wat Mohammed heeft gezegd bespreekbaar? Wat vind je van de positie van de vrouw? Waarom draag je dat hoofddoek? Zou je zelf ook zo vrij willen zijn als ik? Wat wil je? Zullen we praten over de loyaliteiten die we aan onze families hebben? En dat soort gesprekken, heb je ooit geëxperimenteerd met alternatieve ideeën? Dat soort vragen zou ik aan de Belgische moslim, de Nederlandse moslim, de Amerikaanse moslim willen stellen. En natuurlijk zullen zulke gesprekken heftiger worden en heftig zijn. En misschien zal hier een contingent van beschermers staan. Maar het is de moeite waard. Ik dacht dat in essentie misschien toch de onderdrukking of de misogynie, de onderdrukking van de vrouw, een heel belangrijk obstakel is naar die ontwikkeling. Wat mij betreft de grootste, omdat het de helft van de samenleving is. Achtergestelde moslimjongens die klagen, ja, ik ben achtergesteld, ik ben gediscrimineerd. Maar dat is niet het hele verhaal. Het hele verhaal is, je moeder wordt gediscrimineerd. Ook stel dat je een voorstander bent van een lagere positie van de vrouw. Dan nog. En je wil de vrouw zien alleen maar als moeder en als echtgenote. Maar als moeder moet ze je kinderen opvoeden. En al die kinderen die komen achter elkaar. En ze heeft weinig aan haar kinderen te bieden. Ze zit aan haar eigen depressie en haar eigen verdriet. Een ongeïnformeerde moeder die niet kan lezen, niet kan schrijven, onderdrukt is, te veel kinderen krijgt, die kan haar taken als moeder ook niet volledig voortbrengen. En dus de zoons die uit haar voortkomen, die moeten concurreren met de moeder die haar man heeft gekozen, voor haar kinderen heeft gepland, hoog opgeleid is, de beste scholen kan uitzoeken, enzovoort, enzovoort. Dus als je kijkt naar de positie van de moslimvrouw en de armoede die daaraan vastkleeft, volkomen onbedoeld, dat is de onderdrukking van de vrouw, dat is de Achillespeen van de islam.